Henk Kemp van de VVD, je hebt ook nee gezegd tegen kunstgrasvelden. Je bent wel voor sporten, maar je had moeite met het geld. Ja, nou goed, het heeft natuurlijk al een wat langere geschiedenis natuurlijk, het hele verhaal. Kunstgras is iets wat uit 2010 stamt als een verkiezingsbelofte, zoals ik het maar eventjes zie op een podium in Wezep. We hebben op dat moment al gezegd van luister, het kan niet dat een lijsttrekker, tevens op dat moment wethouder, een belofte gaat doen tijdens de verkiezingstijd naar verenigingen toe. Dat is not done, vinden wij. En dat vindt heel Politiek Nederland. Maar goed, het gebeurde wel. Uiteindelijk heeft het een staartje gekregen. En er zijn er wat zaken opgeschreven in het bestuursakkoord van op dat moment de collegepartijen. En die zeiden van nou weet je wat, we gaan eens onderzoeken of dat een mogelijkheid is. Men had het nog niet hard, maar oké. Nu, het huidige college heeft dat opgevat als zijnde een soort belofte. Met andere woorden, ze zijn ermee aan de haal gegaan. Ze zijn ermee naar de verenigingen gegaan. En hebben tegen de verenigingen gezegd, jongens, we hebben een ruim miljoen gaan we ter beschikking stellen om kunstgras voor 3 verenigingen te realiseren. Een aantal voorwaarden erbij. En dan krijgen jullie zo'n 3,5 ton. En dan kan je daar het kunstgras voor aanleggen. Even heel simpel gezegd. En heel zachtjes erachteraan. Oh ja, mits de raad daar toestemming voor geeft. En dat hebben ze dus niet gehoord? Nou, dat hebben ze wel gehoord. Maar die toezeggingen zijn blijkbaar zo hard geweest. Dan wel de waarschuwing van het college niet hard genoeg. Dat de verenigingen daadwerkelijk hier volledig op rekenen. Daar ook niet meer in tegengesproken zijn. Ze hebben er ook in de media gecommuniceerd. Ik heb begrepen dat de openingswedstrijd van het Berend-Elsman toernooi in Oosterwolde gepland staat al op kunstgras. Nou ja, hoezo zijn er verwachtingen gewekt? Nou, en als je dan op zo'n manier naar een gemeenteraad toe gaat. In een tijd als nu, dat we zoveel financiële problemen hebben, waarin we eigenlijk van plan waren vanavond nog eens een keer 4,7 miljoen af te gaan waarderen vanwege ja, grondprijzen enzovoort problematiek. En dat je dan met een voorstel komt om meer dan 1 miljoen te gaan steken in kunstgras. En alleen maar zit met de belofte van het college naar de verenigingen toe. En als raad, ja, dan kan je eigenlijk, dan sta je met je rug tegen de muur. Je kan geen kant meer op. En dan voel je ook, je voelt je op dat moment ook gewoon gebruikt. Ook naar de samenleving toe. Van, ja, heel simpelweg, je kan bijna niet meer terug. Want ze hebben notabene alles er al op gepland en opgerekend. Ja. Eigenlijk, stond, ja, het is net wat je zegt, u stond met de rug tegen de muur. Je moest eigenlijk gewoon ja of nee zeggen. Maar u kon het gewoon niet over uw hart verkrijgen. Dus u heeft gewoon daarom nee gezegd. Vanwege het geld. Niet vanwege de sport. Dus absoluut niet vanwege de sport. Dat heb ik ook proberen aan te geven naar de verenigingen toe. Wij gunnen de verenigingen zeer zeker dat. Maar er zijn een aantal zaken die staan ook nog op de agenda. Punt 1 natuurlijk het financiële probleem dat we hebben. We hebben eigenlijk helemaal geen geld om uit te geven. Daarnaast hebben we nog andere zaken op de agenda staan. En sport is belangrijk. Sport is groot belang. Maar we hebben al een discussie van meer dan 8 jaar dat de aanrijdtijden van de brandweer een discussiepunt zijn. Dat vinden wij veiligheid. Veiligheid is een kerntaak van elk college in Nederland. Is zelfs portefeuillehouder de burgemeester van. En dat hebben we eigenlijk op dit moment gezegd van ah, dat komt wel een keer. Zonder ook maar enig uitzicht op wanneer we dat gaan doen. Terwijl dat een levensgroot probleem is. En in mijn optiek zou dat dan een grotere voorrang hebben. Maar goed, dat hoeven we niet af te wegen. Het gaat eventjes op de manier waarop het gegaan is. Waarvan we dan zeggen, dat klinkt leuk, maar heel erg populistisch. De voetbalverenigingen zullen heel blij zijn vanavond, dat geloof ik. En toch hebben wij gemeente om te zeggen van ja, wij willen eerlijk zijn naar de kiezer, naar de burger, naar de samenleving. En zeggen, jongens, wij houden onze rug weg. En wij zeggen gewoon heel simpelweg, er is op dit moment gewoon geen geld voor. Klaar. Is het een klein beetje een verkiezingscampagne al aan de gang, 2014? Nou, ik moet eerlijk zeggen, met de mensen van de VVD heb ik er ook over gesproken. Van, is het wel verantwoord, om het maar zo te zeggen, schiet je niet in eigen voet door tegen te gaan stemmen? Want de mensen in de sport zullen zeker niet blij met je zijn. Nou, we hebben er lang en breed over gesproken. En ik denk eerlijk gezegd, met deze opstelling kunnen wij in elk geval de kiezer, de burger, eerlijk aankijken. En zeggen, juist jongens, in deze moeilijke tijden, wij proberen te waken met z'n allen over de financiële middelen van de gemeente. En we zijn er dan niet voor in om, ik noem het ja, populistisch, maar om op deze manier ja, de stemming goed te krijgen, terwijl uiteindelijk we een financieel gat achterlaten. En ik heb als voorbeeld genoemd, het moet niet gebeuren dat we straks een catastrofe in Wezep krijgen, waarbij de brandweer benodigd is. En we tot de conclusie komen dat we wel kunstgas hebben, maar een brandweer waar de aanrijdtijden veel te lang zijn en de gevolgen, ja goed, daar kan je nog eens een keer over een ronde maken. Maar dat kan variëren van schadeloosstellingen tot aansprakelijkheid enzovoort. Gaat u nu een beetje teleurgesteld naar huis?
In zoverre teleurgesteld. Kijk, het is altijd, altijd lastig natuurlijk als je, noem het maar, je punt wel hebt kunnen maken, maar niet de meerderheid hebt gekregen. Aan de andere kant moeten we ook zo zijn. Kijk, de meerderheid heeft besloten dat het zo gaat gebeuren. Ik heb de voorzitters van de voetbalverenigingen er ook mee gefeliciteerd. En dat meen ik ook. Kijk, het is, ze hebben het voor elkaar. Alleen, wat in het achterhoofd blijft zitten, en dat heb ik in de discussie meegegeven, op het moment dat het kunstgras bij de verenigingen is, wordt er meer intensief gebruik gemaakt van de vereniging, ook van de locaties op de trainingsavonden. En dat zal betekenen dat er weer meer kleedlokalen nodig zijn. Dat zal een intensiever gebruik van het kunstgras zijn als de berekening op dit moment toelaat. Dus ik verwacht dat we ook op kortere termijn straks weer een aankloppen krijgen van verenigingen. Van ja, maar nou moet het onderhouden worden. Het wordt meer belast als berekend. Gemeente, wat denk je ervan? Want jullie hebben het ter beschikking gesteld. Het verhaal is nog niet uit. Nee, dat zou inderdaad kunnen. En ja goed, ben je dan teleurgesteld? Ja, ach, dat is politiek, dat is democratie. En wij hebben ons punt gemaakt. We hebben gedacht dat we dat voor de burger goed doen. En ik weet in elk geval zeker dat als we straks weer eens een keer verkiezingen krijgen, dat wij gewoon met een rechte rug kunnen zeggen, wij hebben voor het algemeen belang gestaan. En niet gezwicht voor de druk van een college die toezeggingen doet, waarvan wij vinden dat het absoluut niet kan. Oké, dank u wel voor de informatie. Graag gedaan.